Dit hangt op de buitenkant van het stadion. En Rianne, ik sprak jou net binnen en ik hoorde van, jij bent nog helemaal niet buiten geweest, althans niet hier. Nee. Heb jij dit nog helemaal niet gezien, deze omgeving? Nee, om heel eerlijk te zijn, alleen in donker. Ben je reserve van de ploeg? Zit je twee dagen in het stadion? Je bent natuurlijk, gisteren was je paraat, vandaag hoeft het niet meer. En toch? Nee, toch nog niet buiten geweest. Dat denk je als schaatser ook niet aan. Nee. Je denkt gewoon, ik moet die hal zien, die wedstrijden die ook spannend zijn. Ja, natuurlijk. Het gaat erom om zoveel mogelijk wedstrijden te zien en dan daarvan leren. Wat zie je dan nu om je heen? Ja, mooi. Mooie gebouwen. Minder mooie gebouwen. Minder mooi gebouw is? Die kant een beetje. Die kant op. Ja. Dat is toch wel het mooie. Reserverol bij het toernooi, is dat... hoe is dat? Ja, het is eigenlijk een beetje dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk heel leuk en aan de andere kant is het minder leuk. Moet ik blijven staan of niet? Wel en niet leuk? Nou, leg me er eens uit. Het is heel leuk om hier te zijn en om gewoon de wedstrijden te kijken, te leren van wat er allemaal gebeurt. En het is natuurlijk ook wel een beetje minder leuk dat ik gewoon totaal geen wedstrijd rijd. En dat ik eigenlijk alleen maar ben om te kijken. En dat voelt gewoon wel een beetje dubbel. Maar goed, je hebt veel van de wedstrijden kunnen zien. Je hebt het evenement beleefd. Je ziet een sfeervol stadion. Hè, want sfeer is daar. Chinezen doen het goed. Het publiek is blij. Ja. Dat is toch een hele belevenis, denk ik. Ja, dat is echt een hele belevenis. Al die Chinezen, zoveel. Ik had niet verwacht dat het zo vol zou zijn. Nu weet je, dit smaakt naar meer, denk ik. Veel meer. Ja. Je bent met de ploeg mee. Je weet dat je individueel niet mag starten, uiteraard. Dat mogen Sanne en Yara ook niet. En dan krijgt de ploeg gisteren een enorme domper door een fout in de relay bij de eerste bocht. Hoe ga je daarmee om? Ja, had jij een rol nog? Nou, kon je iets doen? Nou, nee, eigenlijk niet. Ja. Een beetje de rest troosten misschien. Maar het voelde wel heel zuur. En ook als reserve, je leeft toch gewoon wel met die meiden mee. Ik had eigenlijk een beetje een misselijk gevoel. Volgend jaar zit er misschien meer in voor jou qua trainen, qua wedstrijden. Maar ja, het is wel een ploeg van vier meiden. En de vijfde zal altijd reserve zijn. Ja. Ja. Of is het gewoon een kwestie van, jij kan op een gegeven moment zo hard dat er misschien concurrentie ontstaat? Ja, ik hoop gewoon dat ik misschien eventueel altijd inzetbaar ben. En dat ik natuurlijk even hard als die meiden kan rijden. Zodat mocht er wel iets gebeuren, dat ik gewoon even goed ben misschien. Ja, waar liggen jouw kwaliteiten ook straks op de individuele nummers? Ik weet het eigenlijk nog niet goed. Waar ben je goed in? Ja, ik denk toch een beetje de lange afstanden. Dat ik het wel lang vol kan houden en ik kan wel wat meeglijden. Dat denk ik in de eerste instantie. Ben je behendig? Nou, nog niet heel erg. Ben jij een beetje sneaky? Ook nog niet heel erg. Ben je flitsend? Ook nog niet. Je moet nog hoop leren. Heel veel leren. Ja. Hoe lang doe je short track? Dit is mijn derde seizoen. Wauw. Ja. Dus dat komt wel. Dat komt over wel. Één of twee jaar. Ja, over twee jaar, binnen twee jaar, hè? Jij denkt aan Sochi? Tuurlijk.